Steeds meer wijken in Brabant houden zich bezig met het versterken van hun sociale veerkracht. Zo ook in wijk De Leest, in Veghel. Vanavond zijn we met een aantal bewoners in gesprek om hierover te praten. Mijn naam is Freek en dit is de Veerkrachtvlog. Ingrid, vandaag wordt er gebruik gemaakt van de veerkrachtdialoog. Waarom deze methodiek? We hebben ervoor gekozen omdat eigenlijk in de wijk tegenwoordig met de buurtbewoners zelf veel actie moeten ondernemen. En dat professionals vaak over een wat later stadium pas instappen als het echt nodig is. En we willen eigenlijk kijken naar of mensen veerkrachtig genoeg zijn om in de wijk voor elkaar op te komen en iets te doen in de wijk met elkaar. Een halfjaartje terug een huis gekocht hier in De Leest. We zijn aan het verbouwen en we zitten hier bij elkaar. We zorgen dat we meer tot elkaar komen en elkaar weten te bereiken als we elkaar nodig zouden hebben. We zijn met verschillende leeftijden. En dynamisch team zijn jullie. Ja, dat wel. Maar we zitten wel op één lijn, dus we hebben wel allemaal dezelfde behoeften, lijkt het wel. Ja, hier wordt vanavond de veerkrachtdialoog game wordt gespeeld door de burgers. Dat doen we niet alleen hier in Veghel, Meijerijstad, maar dat doen we ook op andere plekken in Brabant. Rondom de sociale veerkrachtinitiatieven. En we hopen daar eigenlijk zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de werking van die game en de resultaten die het oplevert, zodat ook andere plekken in Brabant daar ook van kunnen profiteren. Ja, vanuit GGZ is het voor ons van belang om op experimentele basis met een wijk te kijken welke veerkracht er aanwezig is die ons kan helpen om mensen met beperkingen te laten participeren en betekenis te laten krijgen in de wijk. Ingrid, daar staan we weer. De sessie is dus voorbij. Wat zijn nu de vervolgstappen? Ja, de vervolgstappen zijn om de mensen in de wijk nu handvatten te geven om aan de slag te gaan. Gewoon doen dus. Gewoon doen. Gewoon doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kijk op brabant.nl/socialeveerkracht. Wil je dat wij langskomen? Heb je zelf een verhaal? Stuur even een mailtje naar veerkrachtvlogger@brabant.nl. Ciao.